Ja, jongens, Panna bestaat 10 jaar. Speciaal daarvoor zijn we naar Baarn afgereisd om een potje te voetballen met Raoul. Even kijken of hij er wat van kan. Lekker man. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Ik heb lang geleden voor het laatst getiend. Maar ik denk dat ik het heel snel weer oppak. Ik heb er zin in. Nou, we gaan het zien. Ja, we gaan dus een potje tienen met Raoul van de Bankzitters. Mijn naam is Jurre Grijsborg en naast mij zit Mike Bogaert. Ja, en even korte regels. Iedereen begint met 10 punten. De spelers in het veld spelen de bal door de lucht naar elkaar over. En dan moet worden gescoord met een schot of een kopbal uit de lucht in die oranje goal daar. En de bal mag dus niet stuiteren. Mis je, dan moet je zelf keepen. En dan nog de puntentelling. Een voorliep telt voor 2 punten, een kopbal voor 3 en een ophaal voor 5 punten. Zijn we er klaar voor, Mike? Helemaal klaar voor. Laten we gaan kijken. Oh, we beginnen meteen. Sander aan de bal. Goeie bal. Goed klaargelegd. Sander neemt hem aan. Oh, volley. Mike, laat hem lopen, vriend. Oh. Maar hij ging wel mooi spelen. Ja, nee, was 2 puntjes voor Mike aan aftrek. Wat voorzet. Hij moet wel door de lucht. Jurre even door. Geeft hem af aan Sander. Oh, slechte bal, man. Hoog houden. Roel wordt betrokken, legt hem met het hoofd klaar. Ja. De eerste doelpunt van de video. Weer 2, nee, 2 dan. Ja, 2 punten weer van jou. Maar 6, vriend. Gaat hard dit. Bal is uit beeld. Sander krijgt de bal. Combineren. Nee, dat lijkt me echt. Keeperrol. Moeizaam hoog houden. Ja. Kan die? Zegt Jurre. Ja, ik kan. Leg hem klaar voor Sander. Knietje. Dat was ziet er niet uit. Duidelijk even inkomen. Ja. Slechte volley. Hij baalt zichtbaar. Maar ik neem het over. Jurre aan de bal. Oli. Oli. Raakt hem verkeerd. Raakt hem verkeerd. Zo. Hakje hoor. Hij durft wel, hè. Even laten zien waar hij van gemaakt is. Kijk. Boom! Oh, wat een redding. Wat een linker. Goeie vangen. Die ging nog bijna niet. Ging maar net goed dit. Hij lag. Kijk, komt hij. Hoogtepunt. Zo! Even op de camera. Kijk, en dan afmaken. Ik durf, wat een goal. Ik durf nul te zeggen, goal van de video. Ja. Nou ja. Ja. Je kan hem inderdaad beter afleggen. Ja. Dit dan? Ja, kijk. Oh, dan moet hij meer risico leggen in de volley. Je bent toch vaak aan de bal, hè? Nou, we gaan moet de roelie meer betrekken. Ja, er is niet meteen ook. Hup, je legt hem goed klaar? Ja. Wat de fringle gebeurt er hier dan? Hup, een afstraffen, nee joh. Oh, nee. Kijk. Ja, de kindjes. Wie wil dit? Oh, drie punten. Die hebben dus een kop als 3 punten, hè? Ja. Jurre meteen bijna dood. We gaan meteen door. Sander. Oh! Ah, maak er nog één. Meteen nog een goal, joh. Hier, up. Dit is linker gebruiken. Mike hooghouden buiten beeld. Jurre neemt over. Opening. Leg hem goed klaar, hoor. Roelie kan het net niet vinden. Zo! Met de linker van Mike. Die moet aankomen. Best nog. Ja, kijk. Het was ook koud ook die dag. Ja. Feetstrik, Mike gaat door. Ja. Ja, goeie goal, maar dit kan. Ik zie je, er is gewoon feest aan strikken, Mike. Ben je mee bezig? Vals spelen. Blijf opletten. Nou, Rolly kan het gelukkig gaan. Ga snel door. Jurre neemt de bal weer over. Echt op klaar. Sander van Bijzenveld. Ja, ging je nou erin? Ik weet het niet. Voor mij wel. Hij was net niet goed op beeld, zeg maar. Vertel hem. Hoe zat op Mike? Ja, het was te proberen. Dat was de laatste goal voor Rudy en dan wil je toch mooi afsluiten. Ja, je wil hem mooi afsluiten, maar goed, dat heb je net niet, denk ik. Nee. Goed op het dakje. Klaarleggen. Zie je, hij is niet zelfzuchtig erop. Hij kon ook gewoon zelf schieten. Hij durft niet meer. Hij is weer af. Ja, dat wil niet met goal. Nee. Sander blijkt me wel, hij schiet gewoon 5 meter naast. Hier. Wordt goed gecombineerd, hoor. Dit zou een goede goal kunnen worden, dit. Uiterste poging, maar zonder succes. Balletje. Mike, bijna vier. Inmiddels is Sander in de goal. Subtiel! Oh, subtiel, dat doet het hem. Zie je toch de kwaliteit weer. Kwaliteit, waar je het over? Ja, dat was te vroeg gevaar. Hij zit in de goal, hè? Maar hij is bijna af. Ja, dit gaat zo fout voor hem, dat kan niet missen. Met zulke goede voetballers om je heen. Ja. Mike niet betrekken, dat is fijn. Toch wel! Maak hem af, Mike! Paaltje gevonden. Maar hij hoeft niet te keepen. Dat was bepaald, dus we gaan gewoon door. Hup, hoe nog steeds. Aannemen op de borst. Had hij maar gelaten voor Sander van Bijzenveld. Wat is dit dan? Toch zonde. Probeer zijn moment of shine te pakken.
Goed, we gaan door. Oh, mooi aangenomen. Kopballetje. Nou, Roel, laat maar zien. Kom maar. Ja, een balletje hoor. Ja. Oh, was het een volleybal? Wat was dit? Weg is uit. Niet mooi maar... Zelfs dat zag ik. Mike, nee. Oh, inmiddels Roel in de goal. Hij is bijna dood. We tegen het einde. Oh, die betekent het einde. Ja, Roel ten onder. Ja. Oh, ja. Wat ging er mis? Ik denk dat het fout ging bij de basis. De basis dat ik niet kan voetballen. Een ja zeggen hierop. Daar ging het mis eigenlijk. Ja. Had je wat anders kunnen doen of denk je van nee, dit was niet mijn dag? Ik had van tevoren even kunnen peilen of er ook stagiaires waren die niet konden voetballen en die dan mee lieten doen. Ja, helaas. Ja, maar goed, weet je, regels zijn regels. Ja, wat gaan we nu doen? Ik ga krom staan. Ja, er wordt kontje knaaien, jongens. Ja. Ja jongens, bedankt voor het kijken. We hebben gemist en dat betekent dat we zelf moeten staan. Tot de volgende keer!